Ik, hel. Ik blaas mijn band af tot bij dit. Tot bij. Denk ik het bij oor doen. Misschien gaan het helpen. Ik ga proberen om niet diezelfde te herhaal voeren. Ik probeer hier de bike een beetje meer manageable maak. De bike is hierboven. Dit is een BMW. Niet... Ja, precies. Als het hier is voor een beetje afblazen, dan ga ik hierboven uitkomen. So, Andrew, explain to us why you're deflating the tire? It's just an excuse to look busy. Wat heeft ons verteld van jouw keuze van fiets? Ik heb niet een keuze, ik heb niet één. Ja, it's all about ego, actually. He who has the biggest bike wins. Or falls the hardest. Nou, wat pomp, nou pomp je nou weer op? Ach man, hierdie fiets maak het zo makkelijk voor mij. Ik wil voor mezelf een keer van een challenge geven. So, you know? Ik wil niet te goed lijken. Allemaal zeg ik, ik heb een onrechtvaardige handicap anyway. Perfect. Oké, okay. Stefan, ons nerst om net die uit. Ja, rustig, gaan kalm. Ons nerst om net die uit. Ik dacht dat op die. Probeer maar. Probeer op die lijn te komen of op die lijn. Het lijkt goed zo. Gebeur nie baie nie, maar... Dis is nie 'n probleem nie. Die been is op hoor. Wat gebeur nou? I'm hearing a clutch bolt. Pressure plate bolt. It's happened before. It's not a major thing. Hy pak uit houding vir toe. Ja. Hier is ook 'n gat nie, weet jy hoe ons aan binne. Dat is een eindelijk. Hij is heavy. Eerst kijk 3-5. Nee, dit is alright. Dit is een heel geel. Net zo'n. Ik kan niet onthou wat hij laatst gedaan heeft. 2 strikes 1, 4 strikes 0. Ons het een welfsienleraar voor dat ik hier aan het trekken. Daar gaan die environmental talk. I've heard it before. And all this is from the previous time. No, that's new. But what does happen is if it comes out. And it rolls over this thing, then you're fucked. Everything. It goes through the engine. Oh, yes, yeah. Then, then there's no fun there. Yes. Lucky, eh? Why is that? That's lucky, dude. Yeah, that thing will fucking cover up. And it's and the any of you up in here to buy it, man. No way. Yo. One of the good things about a dry sump is that you can do things like this and then not lose all your oil. I think I've lost maybe a teaspoon or tablespoon full of oil, and that's about it. Good thing I was listening to my engine. And cucking off at the same time. They all came past, and Koma came past, and I thought, okay, let me just try and stay with him for a little bit. Gone. They're gone. Especially together.
They're all probably racing each other. But what was lekker to see was that you get to lots of corners and you just see like lots of oaks. yeah, that's really my thing. Yeah, to do that when outside on case, huh? That's my excuse. If I only had a bit of tire, a bit more tire, I'd be up here, no problem. Those two strokes would cack off badly. We were actually shaving your tire off before the tire. You can be glad you didn't put a new tire on. You must see what Stefan's new tire looks like. Really? You fucked it up. Really? It's been shaved off. Also, you can talk cuck as much as you want to, the swell just drifts away. Now I'm trying to get back to the other way. Alright, Stefan, thank you. Ik hou niet veel van een BMW nie, nee. Je hebt er achtergekomen. Ah, nee, dat duidelijk. Wat koes jy so? Man, hierdie bladde two strokes, hulle skiet nie klippe op. Dis 'n fucking fisieke masjien. Volgende keer bring ek die pitbike. Daar waar ek kan opry nie, dan fucking draai ek hom al. Ja, die fietsen was nog al by klappers, dus was al boe. Ik ben alleen. Kijk het strot staan over die beam. The only reason I didn't get up was my back tire. Yeah, yeah. Back tire and... Wait, it was something else. And the fact that it's massive. Balls. Ah, that was it. Fitness? Fitness, a little bit of fitness. No, it was good fun. If my throttle cable didn't get stuck, I wouldn't have made it up either.